Over de Rooien. Yara, goedenavond. Goedenavond. Alles lekker? Ja, tuurlijk. En met jou ook? Ja, met ons. Nou, gezegend. Bijna weekend. Bijna weekend. Ja, dat is lekker hoor. Hey, jij denkt, ik ga mijn bloedeigen vriend een goede hak zetten. Ja, nou, het lijkt me leuk toch? Ik kan leuke prijzen winnen. Oké, nee, dat vind ik leuk. Je hebt er zin in. Hoe weet je dat? Ja, dat hoor je toch altijd dat je prijzen kan winnen en zo. Ja, dat is gewoon als op de radio. Het gaat, nog niet verteld wat je kunt winnen. Nou, laten we hopen dat het goed gaat. Hoe lang hebben jullie al een relatie? 2 maandjes. Oh, dan kan je hem ook echt... Het is nog pril, hè? Oh, oké. Nou ja, we zijn heel erg benieuwd. Hoe heet je vriend, Yara? Hij heet Wesley. We gaan Wesley nu bellen. Je weet het, krijg je hem binnen 1,5 minuut over de rooien, dan is het feest. 1,5? Ik bedoel, we zijn daar wel een beetje coulant in, dat zeg ik heel eerlijk tegen je hoor. Alleen je moet hem gewoon wel echt goed over de rooien en wel een beetje snel ook. Is goed. We gaan hem bellen, succes. Oké, dankjewel. Onze over de rooien guru Glenn heeft het nummer ingetoetst, komt ie. Oké. Met Wes. Hoi, met Yara. Hey, belde je net ook al? Ja, maar het ging een beetje fout. Waarom bel je anoniem? Ik wilde wat tegen je zeggen. Gaat alles goed trouwens? Ja, ik dacht slapen man, morgen vroeg op. Waarom bel je? Ben je alleen? Ja, ik lag te slapen. Oh. Wat is er, waarom bel je? Ik wilde even wat zeggen. Ik ben toch vorige week weer stappen met mijn vriendinnen? Dat weet je toch? Ja. Nou, ik heb daar een jongen ontmoet. En een beetje geflirt en zo, maar voor de rest was er daar niks gebeurd. Wat zeggen? Ja, nou, in ieder geval, ik heb zijn nummer. Ik heb zijn nummer, had ik. We hebben nummers uitgewisseld. Waarom moet je zijn nummer? Luister nou even, ik ben nu bij hem. Ik ben nu bij hem. Ben je bij hem? Ja. Hey, wat zijn dit voor grapjes? Ja, ik wil gewoon eerlijk tegen je zijn. Wat is dit? Nee, ik ben nu bij hem. Ik ben eerlijk tegen je. Yara, laat me, hang gewoon op. Yara, laat me, hang gewoon op. Hé, wie zat op die fucking achtergrond? Waar ben je? Hij is mij. Hey, luister, zal ik even naar die mij komen of wat? Nee, laat het gewoon. Ik wil gewoon eerlijk tegen je zijn. Ik wil niet tegen je liegen. Ik ben nu bij hem. Maar Barendrecht. Barendrecht, oh nou, daar ben ik zo. Even één ding, je kan hier niet half naakt rondlopen, want mijn moeder komt zo. Hé, luister jij pik. Als ik jou was, zou ik maar even goed uitkijken. Ik weet niet of je auto of een scootertje hebt, maar dan zijn je 2 banden lek. Wat zei die? Wat zijn dit voor grappies? Doe rustig. Ja, rustig. Je vertelt net dat je met een ander zit en dan wil je dat ik rustig ga praten. Ben je gek? Ik had het echt niet verwacht. En je wou nog van ik had ook niet verwacht dat ik hem toch tegen zou komen en dat het gewoon een leuke jongen is. Dat weet ik van tevoren toch ook niet. Nee, het is goed. Ik kom, geef het adres maar eens even, dan ga ik eens even met hem praten. En dan, ik geef helemaal geen adres. Je bent helemaal gek in je hoofd dat je dit doet. Ik geef geen adres. Wat moet je met een ander zoeken als je met mij gaat? Wat is daar de reden van? Ik weet niet van tevoren dat ik zo'n leuke jongen tegenkom, Wesley. Zo'n leuke jongen? Hoe lang ga je met mij? 2 maanden. 2 maanden en dan een ander? Ja. Je hebt echt een rare vogel, begrijp je toch niet? Nee, je bent echt gek. Je bent echt gek. Doe gewoon rustig. Er is verder toch niks? Ik zit bij Wesley, wacht. Ik was met jou nog. Waarom vertel je niet eerder? Geef mij even die telefoon. Mag ik even met hem praten? Hé, Mike, doe maar. Jij praat zo met me, Mike. Rustig krijgen. Hey Wesley. Gozer, wat hoor ik nou? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja. Ze gaat met mij, maar volgens mij weet je dat wel een beetje. Ja, ik had zoiets vernomen, maar ja, ik bedoel, relaties komen, relaties gaan, toch? Ja, is goed. Dan zullen we ze ook nog wel eens even kijken of jij ook nog blijft staan. Dat kunnen we altijd even bekijken natuurlijk, hè? Ja, dat gaan we zeker even bekijken. Hé, maar vind je het oké als we dat hele verhaal, hè? Zeg maar, alles wat er net gebeurd is. Ja, ik hoop dat je het niet erg vindt of zo, hoor, maar het was allemaal live op Radio 538. Wat? Je bent live op Radio 538. Nee joh. Over de rooien. Yeah.
Jezus, joh. En Yara? Ja. Goed nieuws! Gefeliciteerd, Yara. Je wint een 3 uur durende slipcursus bij VVC Adventure. En je krijgt 4 tickets voor een trip down memory lane op 29 maart in het Klokgebouw in Eindhoven. En deze prijs wordt je aangeboden door Club Judge. Nou, super. Dankjewel. Ja, Wesley. Ja, ik ben gelijk wakker. Sorry. Ik dacht, ik ga die mic pakken, weet je. Wow. Ja, jij was ook, ik werd er een beetje... Ik denk, nou, als het echt was geweest, dan was je me volgens mij inderdaad op mijn bek komen slaan. En ja, ik moet mijn hart, hè, jongens. Mijn hart, zo. Nou, dat geeft me weer... Wat is dit? Over de rooien. Over de rooien, ja. Jee. Maar Yara, dit geeft maar weer aan dat hij zo boos wordt, betekent wel dat het goed zit. Ja, dat is waar. Ja, toch? Hij is ook de liefste, hoor. Oh. Hij is ook de liefste, de leukste. Nou, Wesley, vergeef je het er? Ja, ik vergeef het. Ik schrok wel een beetje. Ik vond het niet zo'n heel leuk grapje in het begin, maar... maar jullie kunnen lekker een slipcursus samen gaan doen en nog een mooi feestje pakken, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel, jongens. Nou, tortelduifjes, fijne avond! Dankjewel.